Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer probeert als team invulling te geven aan taken die hem zijn toebedeeld. In de afgelopen 8 maanden is er op verschillende gebieden heel hard gewerkt. Volgens minister Diana Pocky zijn de uitdagingen er. In gesprek met de communicatiedienst Suriname geeft de bewindsvrouw aan wat de verrichtingen zijn geweest sinds haar aantreden. Zij stipt voornamelijk de achterstand in afhandeling van grondbeschikkingen aan. Nou, de afgelopen 8 maanden hebben we als team, als directie, als ministerie heel hard gewerkt de afgelopen 8 maanden. Het is heel leerrijk geweest, uitdagend. De zaken die we hebben aangetroffen en natuurlijk als minister van Grondbeleid en Bosbeheer moet je dan de gemeenschap, de burgers overtuigen dat je het verschil kan uitmaken. En de meeste gehoorde klachten is het feit dat mensen heel lang wachten op hun beschikkingen. Natuurlijk zijn we dan dus bezig geweest om het geheel, want domeinkantoor is het hard. Als het gaat om grondzaken, grondbeleid, dan is domeinkantoor het hart van het ministerie. En daar zijn we begonnen met het reorganiseren. We zijn nog bezig te denken, te brainstormen over wat moeten we doen om een verkorte aanvraagprocedures in te bouwen voor de mensen, voor de burgers. Dus in dat kader zijn we bezig met richtlijnen gronduitgifte. Die is ook in de finale fase. Daar proberen we dan een verkorte procedures in te bouwen om dan de dienstverlening naar de burgers toe te verbeteren. De president heeft een presidentiële commissie geïnstalleerd. Waarbij ze dan presidentiële commissie grondconversie, aanpassing grondhuurvergoeding. Er is heel veel werk verzet in samenwerking met de ministeriële werkgroep, geïnstalleerd door de minister van GBB. De samenwerking gaat goed. We hebben heel goede afstemming met de president en de VP. Laatst zijn we weer bij elkaar gekomen. En de presidentiële commissie heeft ook een aantal stakeholders gehoord en de zaken meegenomen in de staatsbesluiten. Maar nu aan de orde, op agenda staat voor morgen de goedkeuring van de staatsbesluiten, uitvoeringsbesluit, aanpassing grondhuurvergoeding. Om de achterstanden in te lopen, hebben we ook werk een beetje te vergemakkelijken. Voor de grondinspecteurs hebben we speciale grondinspectie rapporten, dus een speciaal format ontworpen, om een standaard format ontworpen om het werk een beetje te vergemakkelijken voor de grondinspecteurs. En als het gaat om dat stukje van onderbemensing, onderbemanning van grondinspectieafdeling, afdeling grondinspectie, hebben we dan het besluit genomen om de landmeetkundige afdeling, de ambtenaren daarin, samen te laten optrekken met de grondinspecteurs, het veld in te gaan om dan meer rapporten, meer veldonderzoekingen af te handelen. Als het gaat om, kijk, het was 1 ministerie, dat stukje van ruimtelijke ordening was binnen dit ministerie. Maar nu is er een splitsing. Je hebt het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer en het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. En het ministerie van Ruimtelijke Ordening moet beleid gaan maken voor de structuurplan. Dus dat beleid van beide ministeries moet met elkaar afgestemd zijn om een beter gronduitgiftebeleid te maken. En heel wat zaken zijn in voorbereiding. Heel goed contact met collega van ROM. Als het gaat om bijvoorbeeld te benadrukken met een simpel voorbeeld. Onafhankelijkheidsplein bijvoorbeeld. Als je naar GLIS gaat, dan is de status staat onafhankelijkheid als vrij domein. Terwijl het een publieke terrein is.
En als het een vrij domein is, betekent dat het behoort de staat toe. Dat zou je als ministerie van grondbeleid kunnen uitgeven. Dus daarom hebben we afgesproken dat er een listing, een voorlopige listing gemaakt wordt van een overheidsterreinen, publieke terreinen. Dat ze dan een status krijgen, zodat ministers dan niet in de fout gaan om dan publieke terreinen uit te geven of overheidsterreinen. En dat denk ik aan de kwestie cultuurtuin, waar het is uitgegeven, waar je als een ministerie niet zou moeten uitgeven. Dus die samenwerking is goed. We moeten werken aan de verouderde wetgeving om dan een beter beleid uit te stippelen als het gaat om gronduitgifte en milieuvraagstukken. Elke burger heeft recht op een stuk grond. Maar omdat zaken zo handmatig aan toe gingen, zaken, de administratie was niet wat het wezen moet, hebben we dan een IT-bedrijf aangetrokken voor het optimalisatie van het schriftsysteem. En het probleem waarmee we te kampen hebben, is dat het namelijk zo is. Dus momenteel werkt alleen de balie in het GRIS-systeem. Maar voor de rest werken alle andere afdelingen handmatig. En dat met alle gevolgen van die vertraging in het gronduitgifteproces en zaken. Dus als je handmatig werkt, dan kan je niet zoveel dingen afhandelen binnen korte tijd. Dus om die achterstanden in te lopen, want er zijn heel wat lopende aanvragen, hebben we gezegd dat we dan alle afdelingen zover moeten krijgen om in het GRIS-systeem te werken. En we zijn bezig met een werkgroep binnen domeinkantoor die samen met het IT-bedrijf kijken hoe ze zaken heel snel kunnen finaliseren, zodat alle afdelingen in het proces werken. Daarmee willen we dan de achterstanden inlopen. En als we praten over verkorte procedure binnen het gronduitgiftebeleid, dan hebben we als ministerie met mijn directie en alle deskundigen gezegd van we moeten grondinspectie versterken. En hoe hebben we dat gedaan? Middels training. We hebben heel goede samenwerking met het MIGLIS en we hebben een aantal trainingen achter de rug. Dus we willen de grondinspecteurs versterken, begeleiden middels trainingen. En zo ook hebben we gezegd, de landmeetkundige afdeling moet dan een goede samenwerking samen optrekken met de grondinspecteurs. Zodat we meer zaken kunnen afhandelen, goede, betere kwaliteit, betere grondinspectierapporten kunnen produceren. Zodat we ervan verzekerd zijn dat wat we uitgeven, dat het goed is om dan zo ook de dubbele uitgifte te voorkomen. Als we een goede administratie op nahouden, dan gaan we dan zo ook minder fouten maken. Zo hebben we dan een listing gemaakt van de meest voorkomende fouten in de beschikkingen die teruggestuurd worden vanuit MIGLIS. En toen hebben we dan een listing gemaakt van de meest voorkomende fouten. En er is een soort format, een format grondbeschikkingen om te voorkomen dat de mensen die typen minder fouten, dus dat ze dan in die bestaande format werken om zodoende minder fouten te maken. Ook voor de grondinspectierapporten is er een speciale format voorbereid, zodat we identieke, de standaard rapporten krijgen en rapporten met een betere kwaliteit. Dus er is een heel goede samenwerking met onze landmeetkundige afdelingen. En de landmeetkundige afdelingen, de medewerkers daar, zullen dan samen met de grondinspecteurs het veld ingaan om dan meer rapporten, meer veldonderzoekingen te doen. Dus daarmee hebben we getracht om dan een grondinspectie, want de wet, decreet gronduitgifte, een domeingronden zegt en vereist
dat een zeg maar doorslaggevend bij een bezetting is een grondinspectie, een goede grondinspectierapport. Natuurlijk heb je dan voor goed bestuur heb je dan een DC-advies nodig, want de DC kan dan planningen of plannen hebben voor zijn of haar district. Dus dan moet je jouw gronduitgiftebeleid moet ook afgestemd zijn met het beleid van de DC, de burgervader of burgermoeder van het district. Dus dat zijn de zaken die we hebben ingevoerd om zodoende het werk een beetje te vergemakkelijken voor de ambtenaren en de deskundigen van het ministerie. Er is ook een voorstel, we hebben drie juristen beschikbaar gesteld, aangewezen voor grondinspectie. Dan, nadat dat rapport is opgemaakt, moet dan een jurist dat rapport screenen. Dan pas wordt het dan voorzien van een handtekening van hoofdgrondinspectie. Dus we hebben deskundigen dan aangewezen, aangesteld om dan de rapporten van de grondinspecteurs te beoordelen. En met deze zaken willen we dan het proces, zodra we dan de verkorte procedure inbouwen in het systeem, dan kunnen we dan binnen heel korte tijd, dan kunnen we meer beschikkingen afhandelen voor de burgers.